Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer, RGB, geeft geen LAD-nummers meer aan personen die een verzoekschrift indienen voor een perceel. De aanvragers krijgen een uitdraai. Dat zegt RGB-minister Roline Samsudin. Dit nieuw systeem maakt deel uit van het automatiseringssysteem dat is ingevoerd sinds het aantreden van de bewindsvrouw. Het nieuw systeem is transparant, zegt Samsudin. We krijgen een uitdraai van de gegevens die nodig zijn en alle documenten die u hebt ingediend. En dat gaat in een systeem waardoor men niet later kan zeggen je stukken zijn kwijtgeraakt. En of ze kunnen delen van dat dossier niet vinden. Dat is alvast dus tot het verleden gaan behoren. De groep die volgens de oude methode een verzoekschrift heeft ingediend en dus in het bezit is van een LAD-nummer, hoeft niets te vrezen, zegt de minister verder. Ook hun aanvragen worden volgens haar behandeld. Wij werken door met de oude gegevens die we hebben. Maar soms is het echt veel en omdat we doordat er geen goede registratie was, hebben we, omdat we para nu aan de beurt hebben, hebben we para als pilot gebruikt. En de mensen hebben dus natuurlijk de gelegenheid gehad om zich te laten registreren opnieuw. En het is heel goed gegaan, bijna 3000 mensen hebben zich geregistreerd. En we gebruiken dat dus als pilot. Na evaluatie gaan we kijken hoe we verder ermee verder wat we als aanvulling zullen doen of er nog andere zaken zijn die nodig zijn om die administratie zo correct mogelijk te doen. Roline Samsudin, minister van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer, over de nieuwe methode die geldt bij de aanvraag van percelen. Wie nu een verzoekschrift indient voor een perceel, krijgt een uitdraai in plaats van een LAD-nummer.